kort. Ik wil heel graag toelichten waarom we hier staan en wat wij met het Tellershotel willen uitdragen. Wij hebben een heleboel mooie foto's opgehangen van de rally van jullie en van collega's van andere locaties. En dat hebben we eigenlijk maar met één doel gedaan. We willen heel graag de band tussen de Tellershotel en de KNRM uitdragen. En die band die is er al sinds heel lang, heb ik me laten stellen. Maar ik weet dat ik de laatste half jaar veel contact heb gehad met Edward van de KNRM. En dat we steeds meer het gevoel krijgen van, daar moeten we wel mee. En we staan hier nu vanaf direct iets moois open en bezichtigen. Wat hebben wij ermee gedaan? We hadden gedacht, wij willen ambassadeur zijn van die KNRM. Omdat we support en een mooi hotel in een kustplaats zijn. Met een eigen station van de KNRM. Dus ja, hoe mooi wil je het hebben? Dus dat hebben we gedaan. We hebben onder andere op al onze kamers hebben we prachtige fotoboek neergelegd van... ik blijf altijd staan, meneer. Een prachtige fotoboek neergelegd van de KNRM. Met al die mooie reddingsacties van de afgelopen 100 jaar. Daaruit hebben wij een aantal prachtige, hele oude foto's gehaald die we opgeblazen hebben. Samenwerken met Edward van de KNRM. Vervolgens hebben we gedacht, we kunnen meer doen. We hebben een spaaractie gedaan. Een donatieactie eigenlijk. Die we als volgende aan onze hotelgasten presenteren. En waarbij we elke gast die hier in de kamer blijft vragen of ze wellicht een euro, of heel wat daarvan uiteraard, willen doneren aan het einde van hun verblijf. En ik kan nu alvast zeggen dat dat eigenlijk heel erg goed loopt. En ik hoop dat we een klein uitdelen aan gasten en tekst en uitleg over wat is de KNRM, wat doen jullie. Nou, er zijn zelfs gasten die, bijvoorbeeld Duitse gasten onlangs, die zijn ooit een keer gered worden. Nou, ik wil dat je het nu bereden, maar uit de zee gehaald. En die storten dan vervolgens heel veel geld in deze spaarpot. Inmiddels staan we na nog geen maand, staan we al op bijna 800 euro, 700 euro. Wat we dus uiteindelijk weer kunnen doneren aan het goede werk van de KNRM. Dus wat dat betreft hopen wij, en weten wij wel zeker dat we als Pellershotel hiermee een hele mooie samenwerking, partnership hebben en ook uitdragen met de KNRM. En daar gaan we nog heel graag mee verder aankomen en maanden uiteraard. Dus ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Ik wil nu heel graag een woord geven aan de secretaris van jullie station in Noordwijk. Ja, heb je dat al was? Ja, inderdaad. Ik heb iets meegenomen als dank voor de geste die het Pellershotel heeft. En ik begrijp de KNRM, Nederland is bijzonder blij met dit idee, maar wij zijn ook veel blijer mee. Want vanwege de fondsenwerving die we nu gestart zijn, blijft het kapitaal, wat er opgehaald wordt, ook voor station Noordwijk beschikbaar. Dus dat vinden we bijzonder leuk. Met de heer Bruintjes hadden we al een leuk contact. Het eerste verhaal hier gehouden. Ja. En we hopen nu eigenlijk dat we u ook zo leuk verder kunnen gaan. Dat lijkt ook wel. Ja, dat is in ieder geval geweldig. Ja. Ik vind het idee fantastisch. En ik hoop dat we een hoop centen mogen ophalen. Daarbij komt, ik wil u, met wat mensen, ook meneer Bruintjes die er ook weer op, uitnodigen een keer om met de reddingsboot te gaan varen. Dan weet je ook gelijk wat wij doen. Nou, dat kan ik morgen niet. En dan mag je ook een boord doen. Hij komt veilig terug op de boord. Ik wil wel een reddag mislukken. Als dank hebben wij een reddertje. Ja. Dat is onze oude schipper Kees van den Berg met zijn dochter, die staat hier in model. Dat wil ik u graag overhandelen voor deze prachtige gesten die u heeft gedeeld. Nou, wel. Dank u wel. Dank u wel. Applaus. Dan wil ik u graag het woord geven aan vandaag de loperburgemeester. De loperburgemeester. Ja, ik wil even bijstaan al, toch? En normaal gesproken staat hier jullie voorzitter, Harry Groen, de burgemeester. Maar die kon helaas vanavond niet, middag niet. En hij vroeg aan mij, Gerben, als jij dat wil doen. En ik ga je dus niet als wethouder, maar als vervanger van jullie voorzitter, de loperburgemeester. Wat mijn rol ook is. En misschien de komende tijd wat vaker gaat gebeuren. Want ja, Harry staat eigenlijk op het punt te gaan vertrekken. Hij gaat een prachtig afscheidstournee organiseren. En zal jullie daar zeker niet bij vergeten. Want jullie zijn ook een beetje zijn trots, denk ik ook. Maar ik vond het eigenlijk wel leuk dat hij er niet was. Want dit geeft mij toch even een kans om vanuit mijn eigen gevoel ook iets tegen de mensen van de KNRM te zeggen. Want ja, ik ben echt een Noordwijker. Ik ben er ook mee geboren. En getogen als het gaat om de zee. Het gaat om veiligheid, het gaat om het vechten tegen elementen en dat is soms pittig. Dat zie je maar in Japan, dan is een bootje ineens helemaal niks meer. Maar het redden op zee, dat hoort een beetje in het rijtje thuis van dromen van kinderen om
ja, met de brandweer te gaan, of bij de politie te gaan, of inderdaad die prachtige reddingsboot met het mooie pak. Dat ligt trouwens ook altijd heel goed bij de dames, kan ik je zeggen, zo'n pak. Ook wel gestoord, een uniform. Ik heb nog zelf van dichtbij mogen meemaken, ik woon echt op Noordwijkzee, en dan hoorde je het geratel van de tractor. Toch dat ijzer op de stenen en de Koert Paulsen die dan naar het strand werd gereden. En dan ging ik als klein jochje altijd kijken op de fiets, toch achteraan te kijken wat er aan de hand was. En dan zag ik die grote woeste zee en dan ging dan de boot. En geweldig hoe het dan tegen die elementen opvaart. Ja, je ziet dan hier de mannen van Paulsen door en de lauwe ogen, begrijp ik. En ik heb foto's gezien, prachtige foto's, hoe ja, de gevochten wordt eigenlijk met de zee, die hele sterke zee. En dat is voor mij altijd een hele mooie herinnering geweest. Nou, Ik kwam er wel eens niet bij de reddingsmaatschappij, maar wel bij de politie. Ik heb jaren gewerkt op het strand, de strandpolitie in Katwijk. En ook samengewerkt met de reddingsmaatschappij. Wij mochten het voordeeltje doen, maar werd het te pittig en te zwaar. Dan ging de echte reddingsboot ging echt zee in. Dus ik heb hele goede herinneringen aan dit soort mensen. En ja, dat staat als een huis. Dat staat voor zijn materiaal. Want daar moet je goed voor zorgen. En ik heb altijd wel het idee dat jullie juist zo trots zijn op je materiaal en je spulletjes. Je ziet dat een picobello uit. Want een stokje veiligheid waar je mee zee op gaat. En het hart moet op de goede plek zitten. Je moet wat lef hebben. Niet de roekeloos, maar toch wel zorgen dat je veilig zee gaat en veilig ook weer terugkomt. Prachtig pakken, denk ik. Ik hoop dat jullie dat nog jaren blijven doen voor Noordwijk en gezondheid. En dat er af en toe wel een reddingje mag zijn, maar niet te gevaarlijk. Dat je er gewoon weer veilig terug. Wij moeten thuis weer aan de prakken dan. Want in het verleden hebben we het ook eens meegemaakt dat niet er is afgelopen. Prachtig park waar wij trots op zijn als gemeente, die gewoon zorgt voor een stukje veiligheid op zee. Want ja, ons gaat het tot aan de vloedlijn en dan ja, moet u het toch verder voor ons doen. Blijft dat vooral nog jaren doen. Mij is gevraagd om de opening te doen van die prachtige fototentoonstelling. Die verbonden is aan het Palace Hotel. En Paul Brandje staat daar, André. Nou, Paul heeft iets kennelijk met misschien ook wel die jongensdroom. Om in zo'n pak een keer gehezen te worden. En misschien heb je voor mezelf de reddingsnaam. Of je koopt het nu een beetje af. Maar geweldig dat je dit initiatief toen al genomen hebt en dat ook nog voort zet. En ik begrijp dat iedere gast die hier geweest is een euro gaat doneren. En ik zag al een bedrag van 10.000. Nou, dat past wel een beetje in het plaatje. Maar we gaan een hele mooie zomer krijgen. Dus het zou misschien zo als 15.000 kunnen zijn. En vooral zorgen dat die tent af te laaien is iedere keer. Dus management, ga eraan zou ik zeggen. En zorg dat iedereen zijn eurotje doneert. En er nog meer geld naar de KNRM gaat. Paul, bedankt. André, ook bedankt dat jullie dat initiatief genomen hebben. Want het is onze trots. Die denk ik hier tot uiting komt ook naar de gasten toe. Om te laten zien wat een geweldige reddingmaatschappij wij hebben. En we gaan straks de foto's bekijken. En ik hoef er geen lintje door te knippen, maar ik wil in ieder geval de grote tentoonstelling en het prachtige boek wat er ligt, daar wil ik graag openen. En laten we heel veel gasten naar Noordwijk komen. En vooral naar het Palace Hotel, want dan gaat het bakje in ieder geval heel snel vol. Oké. Okay. Ja, meneer, even proosten. En dan wil ik daarna graag de ploeg uitnodigen om even mee te gaan naar boven, naar het grote balkon, om een hele mooie foto te maken. Jullie allemaal op het balkon. En mag ik ook mee? En daarna kunnen we even natuurlijk met jullie langs een mooie foto lopen. Oké.